Kijk naar het vaccinatieprogramma. Wie verdient geld eraan? Waar is die 1 miljoen naartoe gegaan? Naar wie? Waarom binnen die vaccinatieprogramma weinig aandacht wordt gegeven aan de risicogroepen binnen die samenleving om die prioriteit te geven om te vaccineren? Daar gaat dat geld naartoe. Laten we praten over die tenten, die COVID-tenten die allemaal worden opgezet. Die koeling voor het opslaan van COVID-doden. Na drape amoni ego. In plaats van het investeren in de eerste lijn zorg. Ik heb het meerdere malen gevraagd in DNA. Minister, doe een sanang aan de huisartsen. Doe een sanang aan de RGD-polis. Met de medische zending. Om die eerste lijn zorg voor die vroege behandeling van COVID te verbeteren. Zodat de man afgaat naar atoso. Zodat de man afgaat naar intensive care. Naar de dressie, het toepassen van correcte epidemiologische maatregelen. Het evalueren en aanpassen daarvan. Dat is mijn praxis, die dat mijn vraag misschien af. Moesten we zoveel COVID-doden hebben? Zo mensen moesten bij DD voor aan COVID. Terwijl een minister, nee, arki a sector, fatrako, faumus. Behandel de COVID-patiënten, die alternatieve COVID-behandelingen, wordt er helemaal niet over gesproken. A delta variant, de, hoe je rekt bijna grondapusijpsa. Unok baite, we zijn nog in code paars, weet ik niet eens, want plotseling ben je er aan het open, code paars. Terwijl u de afwan variant, no de, zijn de besmettelijker, a risico hei. Delta variant ook kom, sowieso naar Sranang. En onze grenzen zijn nog open, want het vliegverkeer van en naar Nederland is open. Olang we wachten tak aan Delta variant, kan die adekbaar naar Sranang. En de risico dat ook kinderen besmet kunnen raken, dan begrijp ik die logica niet van die minister. Voor tak jaskoren op. Juma begrijpt aan logica. Delta variant de no naar grondtapu. A verkeerd voor Nederland oppo. Uno sap ete ef una code paars. Ef Manaus variant gwekba. Mino sabi. Bada you e contacta skoro mus oppo. Sot minister edu asandat na nga volk. Dat nou een onverantwoordelijk gedrag van de minister. Mevrouw Vries, Sami heeft het vooral gehad over COVID. Hoe gevaarlijk het is en zo. Bent u nu dan wel bereid om zich te laten vaccineren en door welke batch? Op de eerste plaats kunt u mij niet vragen van ja, maar mijn persoonlijke keuze wel of niet vaccineren. Maar heeft de regering voldoende die voorlichting op gang gebracht? 1. Zodat ik mijn keuze kan maken. 2. Wetenschappelijk onderzoek, het gedrag van het volk. Dat beïnvloeden, dat doe je met gezondheidsvoorlichting. Gezondheidsvoorlichting is een wetenschap. Is niet gewoon wat men nu doet. Ja, je moet gaan vaccineren. Ja, je moet gaan vaccineren. Nee, die keus moet duidelijk zijn naar die samenleving toe. En dan moet ik zeggen, mijn tap mijn item, tak ai, mijn briba regering, mijn vertrouwen regering, mijn gevaccineerd ten bij A, B, C of D. Maar heeft die samenleving die keus? Ik zelf twijfel omdat dat beleid van de regering niet zodanig is om mij te beïnvloeden. Ik moet zelf op zoek gaan naar die informatie en dat nog kan. Last dan, desma zijn op internet, desma no sa aba informatie in het binnenland. Van desma osabi, desma no sabi. Maar als je een regering bent waarop ik kan vertrouwen. Dan is dat mijn burger, mijn vertrouwt op mijn regering, mijn vertrouwt op mijn minister. Maar ik was aan dat nog dat altijd mijn twijfel. Okay. Die twijfel moet weggehaald worden. Het vaccinatieprogramma die aan de orde is geweest met betrekking tot de Sinopharm vaccinatie in Osseer. Dat was een hete item in de media toen. Op dit moment is dus goedkeuring gegeven voor het vaccineren
voor het vaccineren in Auxerre. En dat zal gebeuren op zaterdag 17 juli aanstaande van 8 uur tot en met 4 uur 's middags. Locatie HD Benjaminstraat. Alleen het Sinopharm vaccin zal toegediend worden. Deze hele organisatie is onder auspiciën van SUFOSU, het ministerie van Volksgezondheid, BOG. En natuurlijk in samenwerking met de Nationale Democratische Partij, die ook deel wil zijn van de oplossing en haar locatie ter beschikking stelt. Het is niet dat wij NDP'ers gaan laten vaccineren hier. Ja, deze is het Nationaal Huis. Dus iedereen wordt opgeroepen om hier te komen, zoals ook iedereen gegaan is naar POC. Er is geen beperking voor wat betreft de Surinamers die hier willen komen. U mag vrij komen.